echt mijn main man Titus. Hier bij de laatste conservancy, de Community Conservancy Sabachi. En dit is bijzonder, want deze wordt volledig gerund. Volledig eigendom van de community. Dit is hun land, hun ancestral land. En zij runnen hier hun livestock en in het bijzonder het toerisme. Ze hebben een lodge iets verderop en die gaan we zo meteen bekijken. De moraan in deze Mayatta, eigenlijk de herders, de warriors, die zijn met de koeien allemaal de heuvels in om te grazen. Het dorpje is een beetje verlaten, alleen vrouwen en hele oude mezees, oude mannen. Thank you guys, thank you. Ik kreeg nu van Titus en zijn collega een rondleiding door het kamp. Die gasten die hebben meer smaak dan ik aanvankelijk dacht. Really nice bathroom, hè? Yes. Hier, warm shower with the bucket. The lobos are scaring the buffet monkeys from entering the rooms. Titus, can you explain once more about the salaries, what you just told me? About the money we get from the guests here. 90% goes to the community and then 10% remaining just goes to the salaries. 10% goes to the salaries, guys. 90% goes to the community. Sure, please. And there are three main projects. We have got three main projects. Number one. Water project. Water project. Number the two. The second one is a school fees project. Number three. The number three project is a cattle replacement project. Cattle replacement. Three great projects, all supported because of the camp. Tell me, what does Sabacha mean? Basically, Sabacha means a sacred mountain or the holy mountain. And that's the one we're hiking at the moment. We're going up to Mount Onolokwe, the most iconic berg van het noorden. We gaan omhoog! Mooi uitzicht, man. Lijkt me de Vara wel. We lijken hoger te komen. De Matthews Range. Gaan we morgen heen, Marieke. Daar zitten we, Teddy Rescue. We komen hier een groepje moraan tegen die hier dus een kettle laten grazen op de berg. En je ziet dat die gasten hebben langere haren. Ze laten hun haren groeien tijdens hun krijgerstijd. Oh, mist! Not bad, not bad. Dit is de calabash van melk. Dit is fresh milk now from the cows. Noem zo. What up, what up? Proef de rokende klont en de... Oh. Titus, words cannot describe this view. I've seen a lot in Africa, and it's one of the best African views. I can't think of something else that is better. En naast dat de hike omhoog en het uitzicht van hierboven waanzinnig is, kun je heel veel andere leuke dingen doen in de omgeving en kun je zeker langer in Sabachi kan blijven. Zo kun je onder andere een rhino of lion tracking doen. Je hebt Samburu National Park om de hoek liggen. En dan morgen na een nachtje kamperen op deze mooie berg, dan ga ik met Marieke naar de Rattati Elephant Rescue, een weeshuis voor baby olifantjes. Daar ligt het kamp. We gaan hier kamperen.